Hallo, sappige aardbeidjes. Welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is een game die wij in close beta gaan spelen. Oftewel, hij is nog niet officieel uit, maar wij gaan spelen met Rolf en Gio. Tot hallo! Tot na het intro. Oh. Okay, people, let's go to work. A game has found. Ready. Ja, sorry, ik was vergeten. Oh jee. We gaan beginnen, jongens. En Dead Island is een beetje, ik zei het heel, het was een heel raar iets, maar het lijkt een beetje op Age of Empires, maar dan, ja, maar dan met zombies. In plaats van de Romeinen. Nice. Ja, ik en het ook. Ziet er tot nu toe al heel erg vet uit. Was, ik ben benieuwd. Ik heb Riptide nooit gespeeld, Dead Island. Wel de eerste heel veel. Kicked from matchmaking. Your party did not fully ready up. Dan was er iemand bij. Het is natuurlijk, zoals je weet, je moet voorwerpen gebruiken om zombies te knallen. Want je vuisten kunnen ook wel ja, goed werken tegen die zombies. Maar natuurlijk is een item, ja, kan harder aankomen. Ready. Oh, kijk. Oh. Oké, waiting for other players. Oh jee. Moeten we nou die laatste wel weer op. Nou, die laatste, die moet op ready klikken. Want als het goed is, heeft er iemand bij gezocht. Ja. En die moet dan ook nog op ready klikken. Maar als die dat niet doet. Speelt niemand in mijn lijst hier. Ja, als je land doet, dan kan het waarschijnlijk wel. Oh. Game is van. Zo, kijk hoeveel. Oh, nog meer. Oh, dat gaat sneller. Kijk. Oh. Oh, shit. Kom, nog twee. Nog hier één. Komt het. Vier. Drie. De laatste persoon. Twee. Nope. Meen je dit? Wat een leier. Echt, jongen. Nog een keer. Let op. Gaan ze het doen? Gaan ze met de muis op ready klikken? Ik moest zelf nog ready doen. Oh. Was ik oh, niet nog die, één. Was ik niet die laatste net? Oh, stom. Oh, stom. Nou, het werkt allemaal niet. Niemand wil joinen, dus we gaan de proloog doen. Dat is gewoon singleplayer. Ik ben nu even in mijn uppie. Maar we gaan wel even kijken hoe die game eruit ziet. Want dat is het belangrijkste. Dat hebben jullie nog helemaal niet gezien. Infection level 1. De proloog. Proloog is altijd, zo noemen ze altijd, een beginstuk van een verhaal, zeg maar. Een proloog, een begin. En dit is ons poppetje. Wieuw! Van bovenaf, we zijn op het eiland aangespoeld vanuit dit water, dit prachtige mooie water. We kunnen niet eens in het water, maar we lopen over het strand en pick up the paddle. En daar zien we onze eerste zombie, smashing time. Bam! Die zombie hebben we even gekild. Hier nog eentje. Nou, dat gaat lekker zo. Nou, je ziet hoeveel damage we doen op per zombie. Nou, dit gaat wel redelijk zo. Dit is wat te doen. Een beetje een strategiespel. Twee zombies vallen nu aan. Ik doe het even via deze manier. Gaat deze zombie nog leven? Nee. Staat wel welke kant ik op moet. Een pijl die gaat omhoog. En dit is echt wel de bekende mapkaart van Dead Island. Het ziet er wel echt zo uit als Destroy the Fans. Je kan dit spel ook later co-op doen. Dus ik ben wel heel benieuwd als we dit co-op spelen. Het zou heel gaaf eruit zien. En dit is gewoon mijn eerste indruk. Het ziet er nu heel gaaf uit. Maar sowieso, ik ben wel echt een Dead Island fan hoor. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Oh! Oh, kijk die tactiek, jongen. Nog 0 keer geraakt! Ik kan met Q en E kan ik ook iets doen. Dat is een boost of zo. Ik ga hem zo eens gebruiken. Het lukt niet. Oh! Oeh! Oei, ik werd geraakt, zag je het? Oh, met spatie kan je springen. Ik leer even de controls. Je kan niet elke keer springen, maar af en toe. Hey, you gained a level. Use your skill point to unlock a level. Hoe doe ik een level omhoog dan? Skill point, S. Ik weet het nog niet. Oeh, gadver. Oeh. Level up. Yeah. We hebben Amber vrijgespeeld. En Amber helpt mij mee zo te zien. Ze hebben wel best wel een aardige knuppel. Met een paar spijkers erop. Come on, yeah. We need to destroy the generator to shut down the electricity. Oké, we moeten de elektriciteit uitschakelen. En de facecam is er weer. Ik had helemaal niet de raad dat mijn facecam er niet was. Sorry mensen. Hallo Amber. Kan ik jou slaan? Nee, Amber kan ik niet slaan. Shoot this generator. Hoe dan? Oh, je kan inzoomen. Oh, cool. Scrollen. C. Holy crap. Oh, dat is gaaf. Met C kunnen we dus... Oké. Wauw. Amber, je moet me helpen. Goed zo. Amber, kom mee. Niet blijven hangen daar. Dus ik word wel sterker met mij, maar ik heb alleen die paddle.
Ik vind het wel fijn dat ik gewoon dat die paddle niet kapot gaat. Bij Dead Island was het zo, als je een voorwerp gebruikte, dan ging alles kapot. Wow! Wat is dit? Oh, dit zijn gewoon mensen! What the fuck? Wat? Ga ik dood? Wat? Wat is dit? Wow, die waren echt sterk, jongen. What the fuck? Let op, hè. Bad! Zo hoofd eraf. Bijna. Oké. Wat apart zeg, maar ook vijanden, dus mensen gewoon. Niet alleen zombies. Gaaf. Oh shit, Amber help me. Goed zo, Amber. Amber alert. Oké, tof. Is dat een good guy? This player is on your team. Oké, mooi zo. Dag meisje. Jij bent bij mij? Goed zo. Jij helpt mij. En hij ook. Mooi zo. Wow! Dit is gewoon een boomer dit. Holy fuck, jongen. Zo, dit zijn er veel. Wat wordt dit scherm donker? Oké, daar ben ik weer. Ik heb wat dingen gekregen, wat XP op mijn account. En ik heb een reward. En dat kan ik openen. Ik ga het eens doen. Oh, er komt allemaal zooi uit, joh. Kogeltjes, punten, duct tape. Misschien kan ik daar weer wat dingen van maken. Wat close. Wauw. En wat kan ik nog meer play? Ik kan alleen de proloog, de horde mode en scavengers. Oké, dat is dus een soort demo, omdat het een close beta is. Ik vond het heel apart. Ja, het heeft wel iets. Ik vind het wel een hele aparte game. Het heeft wel zijn eigen stijl en dat vind ik wel gaaf. Voor een leuke game en voor een leuke video, geef vooral een groen duimpje. Zie ik je volgende keer terug bij een nieuw spelletje. Doei doeg!